samen met pleisterschietboren door de lucht. Dan hoort boren een onmoor en noeren gekabel. Dat is de bel van de ijskoeman. Boren is zichzelf. Sorry, wat zeg je, boren? Ja, natuurlijk, mama. Kinderboeken en punkrock video's. Jeroen Aalbers, alias Jerry Hormone, maakt ze allebei. Dat hij de boekjes over boren ging schrijven, was eigenlijk toeval. Ik woonde bij een vriend van mij in huis. En hij was de hoofdhuur en ik was de onderhuur. En ik moest al het huur aan hem betalen. Maar ik had geen werk en ik kon geen werk krijgen. Hij was ook mijn labelbaas. Maar hij was ook illustrator van een kinderboekenserie waar ze nog een schrijver verzochten. En toen zei hij van, nou, als jij nou eens wat instuurt en als ze jou nou nemen, dan zou je een keer de huur kunnen betalen. Dat zou ik fantastisch fijn vinden. Dus dat ben ik dat gaan doen. Dus ik heb een nacht een verhaaltje in elkaar gedraaid, Boren en de IJskoman. En toen kreeg ik een contract voor 8 jaar aangeboden. Boren is met het pluisdier het huisdier op de kermis. Ze zijn al in de draaimolen, het reuzenrad en de botsauto's geweest. Wat vind jij van de boekjes van Boren? Leuk, omdat ze een beetje grappig zijn. Moet je er vaak hard om lachen? Ja. Boren maakt van alles mee. En ja, dat zijn altijd leuke dingen waar ze erg om kunnen lachen in de klas. En elk jaar komt ook een nieuw Borenboekje uit in de klas en dat lezen ze ook echt met plezier. De eerste 3 jaar maakt hij vooral hele rare psychedelische avonturen mee. Omdat hij weet het verschil tussen werkelijkheid en fantasie, kan hij niet zo goed uit elkaar houden. Nu ondertussen zit hij in groep 7 en het is een hele toffe gozer. Maar behalve boeken maakt deze schrijver dus ook platen. En deze is helemaal mooi, hier ben ik heel trots op. Helaas was het de vriendin van een andere gitarist, niet van mij, die benen, maar goed. Hij stond op Lowlands met The Apers en zit nu in Anne Frank Zappa. Met hier iets moeilijker herkenbaar, Rianne van Dorst, alias Elle Bandita. En voor haar is ook een rol weggelegd in de Borrelboekjes. Als de nogal uitgesproken feministische en vegetarische Elle. Als ik niet weet wat Elle moet zeggen, dan denk ik van, oh, wat zou Rianne zeggen? En dan haal ik een beetje de scheldwoorden eruit. En dan zorg ik dat er niet te veel met ziektes gescholden wordt. En dan heb ik meestal wel dat personage al klaar. Heb jij iets met kinderen? Geen reet, nee. Nee, ik heb... Ik bedoel, zoals Annie M.G. Smit ooit eens zei, ik zal ze niet schoppen als ze voorbij komen lopen. Maar nee, ik heb... een kleuterschool, dat is echt ook daar aan denk, dan word ik echt bang. Ik heb een keer bij mijn moeder, die is lerares, heb ik op school heb ik voorgelezen in de klas. In groep 3-4. Nou, ik heb echt 7 kleuren door mijn broekspijpen liepen. Ik vond het zo eng. En als je op het podium staat met een elektrische gitaar en een drumstand, dan kunnen ze niet door je heen praten. Of dan heb je daar gewoon last van, dan versta je dat niet. Maar ja, kinderen die... Je kan voor kinderen, je kan er niet zo van op aan. Dat is een beetje eng, dat is een beetje onvoorstelbaar.